Oude IJsselstreek gaat Huis Landfort in Mechelen ondersteunen middels een financiële bijdrage van €35.000. Het landgoed is afhankelijk van bijdragen om herstelwerkzaamheden te kunnen verrichten, zodat het in 2022 opengesteld kan worden voor het publiek. Wij gaan dadelijk mensen trekken. Er komen mensen vanuit Duitsland, vanuit Nederland naar deze plek. En dat moet je in goed overleg doen met de gemeente en ook met de neighbors, met Mechelen en de buren. Dat moet iets zijn waarbij mensen er geen last van hebben en begrijpen wat er gebeurt. Ja, het is gewoon een parel, een recreatief en toeristisch opzicht. Nu maken al heel veel mensen gebruik die hier in de omgeving wonen van het mooie gebied, van de tuinen. En nu met de restauratie, waar wij als gemeente een bijdrage aan leveren, die ten goede komt aan het hele project rondom Huis Landfort, zal het alleen nog maar meer worden. In 2022 gaat het hier geopend worden. Wat moet er tot die tijd nog gebeuren? De denkfase is voorbij. We hebben al gebaggerd en beschoeid, wat een weergaloos mooie gracht heeft opgeleverd. We zijn nu bezig met de bouw van het koetshuis, wat in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog de lucht ingevlogen is. We zijn nu met de buitenkant van het huis bezig en vooral ook nu nog wel bouwkundig onderzoek aan het doen. Maar daarna moet de moestuin nog worden aangelegd, het park nog worden aangelegd en gerenoveerd eigenlijk. Dus dat is nogal een hele weg. Wat hoopt u dat dit initiatief oplevert voor de regio? Nou, het zal sowieso een centrum worden van buitenplaatsen, landgoederen en kastelen. Dus er komen heel veel mensen hier daar nog meer kennis over vergaren. Dus dan komen ze automatisch in aanraking met hier, met Landfort, met Mechelen, maar ongetwijfeld ook nog breder in onze gemeente en ook de regio. Dus alleen maar goed dat nog meer mensen deze mooie plaats, gemeente en regio gaan ontdekken.